mensen, welkom bij een nieuwe quarantaine aflevering. We zijn er weer vandaag met Mario, een wietje Mario, opvallen wietje, een van de vier in quarantaine. Daar, de volgende aflevering belooft wat te worden, want die moet in het ziekenhuisbed gaan liggen. Dit gaat echt verkeerd, heb ik zo'n idee. Kan je boos zijn er dan? Dit is dus de quarantaine serie. Nou boys, we zijn er weer. Oh, gelukkig. Zo, één van de vier moeten jullie weer in quarantaine. Nou, dit zal wel echt triest gaan worden. En ik heb eerlijk gezegd, heb ik zo'n vermoeden. Ah, fucking hell. We nemen eerst even een bezoek aan het ziekenhuis. En daarna wordt er bepaald in wie vandaag van jullie de Sjaak is. Wacht even, we wachten nog even op Luigi. Zegt die goos blijft erop. Oké, dus één van de vier moet jullie van de jullie dus moeten dus in quarantaine gaan. En ik geef dus de beurt aan Toad om eerst een rondleiding te geven. Door het gebouw. Oké. De bedoeling is dat volgens het ziekenhuisbed moet dus een van jullie vier moeten staan te zitten overnachten. En dit loopt nog wat worden dus. Oh my god. Gast, ik hoop echt niet dat ik vandaag weer de Sjaak ben. Nou, Luigi, ik hoop het ook niet. Eerlijk gezegd, nou, Louis. Komt u maar even mee. Oké, Louis is vandaag de gast. Oh, het lijkt veel op Luigi. Oh my god, dit is zo gemeen. Dit is echt niet goed. Oké, dit is dus. Zodra er wat gebeurt, kunnen jullie in contact komen met personen die daar in bed liggen. Oké, Louis. Oké, de bedoeling is als volgt. Jullie krijgen dus twee doosjes mee, die dozen. En die dozen gaan dus automatisch aan. Nu is tijd om te gaan bepalen. Een van deze vier moet hier helemaal alleen in quarantaine gaan. En het is aan jou de keuze om een keuze te maken. De bedoeling is dat je een van de vier in dat pakje moet leggen. Oké, het is een hele pittige. Nou, voor welke van de vier ga je? Deze. Gaat voor die? Ja, oké. Er is de keuze is gemaakt. En de boys die kunnen dus helaas niet meer terug. We gaan dus helaas voorbeschouwen op wat een van hun een hele zware middag tegemoet komt. In de zesde aflevering van de quarantaine serie. Fuck, als je die verhaal hoort wat King Louis zegt. Dan heb ik echt geen zin. Oh, wacht even. Dan heb ik echt geen zin om vandaag daar in mijn eentje rond te dwalen. Echt niet. Echt niet. Ik moet nog even bijkomen van alles, maar ik voel me echt die spanning. Die spanning die zit bij mij tot hier. Nou, ik hoop dat ik het niet ben. Dat zou echt heel erg top zijn. Wat je allemaal hoort en leest, ik vind dit zo automatisch tevredenheid. Oké. Nou, ik ben nog niet één keer de lul geweest dit seizoen, maar als ik vandaag de lul ben en er gebeurt wat, dan druk ik op die fucking paniekknop. Echt waar. Nou boys, we gaan er dan. We gaan erheen. Eén van jullie vier heeft helaas pech. De andere drie geluksvogels houden de wacht in de camper. Oh my god, ik voel niet. Ik wil dit niet. Ik voel echt aan alles die spanning, Luigi. Ja, wel een beetje. Dat heb ik ook. Wacht nog. We staan eens voor de ingang. En hier moet dus één van jullie overnachten. Nee, ik voel me. Ik voel echt al die spanning. Dat wil je. Nou, we gaan er dan. We gaan erheen. Oh my god. Eén van jullie. De deur is open. Eén van jullie vier. Helaas niet weg. De wandelen. Oké, jullie zien deze. Oké, ik durf nog niet te kijken. Nou, weet je. Drie. Twee. Drie. Twee. Eén. Het is fucking Luigi! Fuck! Fuck! Dat had ik niet verwacht. Fucking hell. Ben ik dat? Ah joh. Tering hé. Nou Luigi. Je moet dus alles weer meenemen. Tering, sorry. Maar goed, ik ga mijn best doen. Echt, ik ga die potten gaan meenemen. Oh, wat een drama toch weer. Ik ben gewoon weer in de Sjaak. Hoe
The fuck is dit mogelijk? Nou, ik doe de deur achter me dicht. Tering. Wat een ellende dit. Nou, jongens, ik ben dus weer hier. Oh my god, dit is zo gemeen. Dit is zo gemeen. Oh my god. Hoe kan ik weer de Sjaak zijn? Ongelooflijk. Dit is toch niet normaal, dit. Weet je wat, ik ga wat van die potten ga ik neerzetten. Eerlijk gezegd, oh my god. Wat een ramp. Oh my god, ongelooflijk dat ik er ben. Wallowietje heeft bijna altijd geluk, maar hij heeft niet vaak. En hij heeft ook een keer pech gehad vorig jaar. Tjonge jongen. Nou, ben ik ook twee keer de lul. Nou, dan hoop ik zo dat Wallowietje de komende twee keer mag doen voor mij. Oké, nogmaals. Als er dus iemand met corona in bed ligt, dan laat hij dat dus weten. Dit voelt zo kut. Dit is zo enorm kut. Godverdomme. Nou, boys. Wij moeten dus toch vieren dat ons Luigi daar ligt. Oh my god. Wat een verrassing was dit, zeg. Wij gaan dat opzoeken op de laptop. Oh my god. Die gozer maakt zich helemaal gek. Die maakt zich echt helemaal gek hier. Dat wil je echt niet weten, boys, ja. Maar het is toch echt bizar dat hij zoiets kan doen, hé. Ja, die gozer maakt zich overal wat druk mee. Nou, boys, wij gaan lekker liggen. En de Luigi, jongen, echt. Ik heb Luigi nog nooit zo bang zien zijn. Ja, dat ben ik volledig met je eens. Heel bang. Is die gozer. Hey. Dit voelt alleen maar eng, man. Dit is ongelooflijk aan fucking hell. Weet je wat, ik ga wat lopen met die pot. Hij gaat er niet af. Oké, nogmaals, als hij dus in de buurt komt, gaat hij af. Oké, ik ben dus nou weer hier. En hier schijnen dus die spoken rond te lopen. Hier schijnt wat besmettingen te zijn. En vorige keer wilde ik op de paniekknop drukken. Maar toen heb ik het net overleefd, maar dan vraag ik me niet hoe. Oké, wees verstandig. Is er iemand hier in de ruimte aanwezig met corona? Oké, fuck, hij laat dus niks zien. Ik ben zo ongelooflijk. Wat een kutstreek is dit toch weer, hè? Ik mag, je wordt het vaakst gedropt van allemaal. We waren hier dus ook twee keer lul geweest, dus. Maar ja. Oh my god, dit is zo gemeen. Dit is zo gemeen. En alles staat hier. Oké. Nogmaals, rustig blijven. Ja, oh my god, hij gaat af. Kut, hij gaat af. Ik moet wat doen. Oh shit. Oké, die coronabesmettingen blijft dus omhoog. Ja, jezus man. Hij blijft me aangaan. Ik word echt gek. Nogmaals. Luigi, hou je rustig. Er is hier niks. Er is hier volkomen niks hier. Oh my god, die gaat ook aan. Die is ook aan. Kut, hij geeft aan dat er besmettingen hier zijn. Het ziekenhuis. Nee, dit meen je niet. Dit ga je niet menen, dit. Holy shit. Oké, ik blijf nog even hier zitten. En dan wachten wij of die bot nog blijft afgaan. Oké? Normaal doen. Rustig blijven. Dit is alleen maar triest dat dit moet gebeuren. Oké, ik ga er wat mee lopen. Oké, ik ga er wat mee naar voren lopen met dat doosje. Oké. Nou, hij blijft afgaan, man. Hij blijft afgaan dat hij steeds een quarantaine heeft. Nou. Oké. Normaal doen. Rustig blijven. Ah, fucking hell. Ik zet deze... Wat? Hij geeft gewoon aan dat ik positief ben. Nee. Hij geeft aan dat ik positief ben. Nee. Dit meen je niet. Hij geeft aan dat ik positief ben. Jongens. Alsjeblieft. Kom maar op. Oké. Dit is hem. Hij blijft maar afgaan. Oké. Hij blijft maar op die groene knop drukken. De rode knop geeft positief aan. Nou jongens. Ik ben niet klaar mee. Doei. Luigi, maak gebruik van de paniekknop. Dus Mario, Wario en Waluigi worden gealarmeerd.
Oh shit, want Luigi belt. Nee, nee, dat ben je niet. Gozer, dit ga je toch niet menen? Is hij in gevaar? Oh kut, ja, we moeten naar hem toe. We moeten naar hem toe. We moeten naar hem toe. Yo, gozer. Oh, hij ligt daar. Helemaal het jank. Oh, fijn dat jullie er zijn. Oh my god. Dit is zo kut, jongens. Kom, kom even me ophalen. Wat is er dan? Ja, dit is echt bizar. Hij gaat de hele tijd af. Die pot gaat de hele tijd maar af. Ik word er helemaal gek van. Kijk, hij ziet. Hij denkt de hele tijd dat ik quarantaine heb. En dat is niet zo. Oh, dat is best wel heftig dan, ja. Ik wil hier gewoon weg. Dit is gewoon enorm kut. Luigi heeft het. Het is Luigi niet gelukt om 14 minuten lang te overleven. In het IC-bed. Maar wie wordt de volgende keer aan het lot overgelaten?